Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de thymus. De timus, oftewel de zwezerik, is een orgaan dat vooral bij kinderen aanwezig is, tussen het sternum en de vlak vlakbij het hart. Dit orgaantje van een paar centimeter groot is het meest actief als je nog in de baarmoeder zit en op babyleeftijd. En daarna blijft het voornamelijk actief tot op de puberleeftijd. Naarmate je ouder wordt, heeft de timus steeds minder te doen en neemt hij af, wat we involutie noemen. Tot een hoopje vet en bindweefsel wat nauwelijks zichtbaar is met het blote oog. Al sinds de Griekse oudheid weten we van het bestaan van de thymus. Maar pas sinds de jaren 60 weten we dat de thymus een belangrijke rol speelt in het afweersysteem. Daarvoor dachten we dat het gewoon een functieloos orgaantje was. Maar dat is absoluut niet zo. Als je inzoomt op de thymus op jonge leeftijd zie je een orgaantje dat bestaat uit twee kwabben, die vervolgens weer bestaan uit heel veel lopjes. Elk lopje bestaat uit een cortex, oftewel een schil, met daarin de thymocyten, oftewel de onrijpe T-cellen. En de medulla, daar zie je de verzorgercellen, of ook wel de nursecellen genoemd. Deze zijn de baas in het hele verhaal. En je ziet de dendritische cellen, de antigeen-presenterende cellen en dus de belangrijke leraren, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Verder zie je nog de macrovagen, die kunnen opruimen, komen we ook zo op terug. En de myoïde cellen en de hassellichaampjes. Van deze laatste twee zijn de functies tot op de dag van vandaag niet opgehelderd. De thymus produceert onder andere thymosine, een hormoon dat ons afweersysteem stimuleert, onder andere door het stimuleren van de lymfoïde stamcellen om te gaan delen. En de uitrijping van T-cellen stimuleren. En dat sluit dan weer mooi aan bij de allerbelangrijkste taak van de thymus, oftewel het opleiden van T-cellen. Deze cellen zijn onze specifieke afweer, oftewel één cel reageert maar op één antigeen. Er bestaan verschillende soorten T-cellen: de cytotoxische T-cellen, oftewel de CD8-positieve T-cellen, de T-helpercellen, oftewel de CD4-positieve T-cellen, de T-geheugencellen en de T-suppressorcellen. Wat we namelijk niet willen, is dat deze belangrijke spelers van het afweersysteem ons eigen lichaam gaan aanvallen. Elke cel die reageert op lichaams-eigen weefsel moet dus worden vernietigd. Alleen de T-cellen die goed lichaamsvreemd van lichaams-eigen kunnen onderscheiden, wat we autotolerantie noemen, mogen ons lichaam gaan beschermen. Al tijdens de embryonale ontwikkeling gaan de thymocyten naar de thymus om daar deze belangrijke opleiding te doorlopen. Rond de 98% van de onrijpe T-cellen overleeft deze opleiding niet. De eerste toets waarvoor ze moeten slagen is de positieve selectie. De T-cellen moeten laten zien dat ze goed kunnen binden met MHC, oftewel het molecuul waarmee lichaams-eigen en lichaams-vreemd kan worden onderscheiden door onze lichaamscellen. Dit is dus eigenlijk het belangrijkste eigenschap van een T-cel. Als een T-cel niet aan MHC kan binden, is deze cel helemaal nutteloos. Zodra de T-cellen niet kunnen binden met MHC, zullen ze in de apoptose gaan en worden ze opgeruimd door de macrofagen. De T-cellen die wel goed kunnen binden, mogen door met de opleiding. Vanaf dit moment ontstaat er een verschil tussen de T-cellen. Degene die vooral met MHC1 kunnen binden, dit worden een paar stappen verderop, de CD8-positieve T-cellen, en de variant die vooral met MHC2 kunnen binden, dit worden een paar stappen verderop, de CD4-positieve T-cellen. De tweede toets waarvoor ze moeten slagen is de negatieve selectie. De T-cellen moeten laten zien dat ze niet reageren op lichaams-eigen moleculen. We willen immers alleen afweercellen die reageren op lichaamsvreemde dingen, zoals virussen en kankercellen, en juist niet onze eigen cellen. Zodra ze wel reageren op lichaams-eigen moleculen, kunnen er twee dingen gebeuren. Ze gaan in apoptose en ze worden opgeruimd door macrofagen. Of twee, in sommige gevallen mogen ze wel nog T-suppressorcellen worden. Als ze inderdaad niet reageren op lichaams-eigen eiwitten, dan mogen ze doorrijpen naar de bekende volwassen T-cellen. In de thymus zijn veel verschillende soorten lichaams-eigen eiwitten aanwezig. Die worden gepresenteerd door de dendritische cellen. Maar dit is ook een foutgevoelige methode helaas. Het is namelijk onmogelijk om alle stukjes van alle eiwitten te presenteren in de thymus. En dus kan het gebeuren dat een T-cel slaagt voor de opleiding, terwijl die wel reageert met een lichaams eigen eiwit. En dat is de basis voor het ontstaan van verschillende soorten auto-immuunziekten. Een T-cel overleeft tijdens de negatieve selectie die niet had mogen overleven. Deze T-cel komt in de bloedbaan terecht en komt zijn eiwit tegen en gaat in de aanval. Alleen is dat niet nu zoals normaal een virus of een kankercel, maar het is een lichaams eigen cel, bijvoorbeeld een gewricht, oftewel dan krijg je reuma, een eilandje van langerhans, oftewel dan krijg je diabetes type 1, of het is de myelinebekleding van een zenuwcel, dan krijg je MS, etc. Andere aandoeningen die we kennen van de thymus zijn bijvoorbeeld aanlegstoornissen, waarbij de thymus totaal ontbreekt. Dit leidt tot zeer ernstige immuundeficiënties en die kan je onder andere zien bij mensen met het 22Q11-deletiesyndroom. Karakteristiek hierbij zie je dat deze patiënten ontzettend weinig volwassen T-cellen hebben in het bloed en dus een zeer slechte afweer voor alles waar T-cellen betrokken voor zijn. Of als de thymus te snel verdwijnt, bijvoorbeeld door een auto-immuunziekte. Of als het operatief verwijderd is op de kinderleeftijd. Dit zie je nog wel eens bij een operatie ter correctie van een aangeboren hartafwijking. Daarbij hebben de patiënten wel een tijdje de functie van een thymus gehad. Dus de immuundeficiënties zijn wel aanwezig, maar minder uitgesproken. Ze hebben immers al wat T-cellen die helemaal waren opgeleid. Bekijk ook de les over de mild, een van de andere belangrijke organen van het afweersysteem. Of bekijk de les over de specifieke afweer, waar T-cellen uiteraard besproken gaan worden. En natuurlijk bedankt voor het kijken!